bij topnemers iedere dinsdagavond vanuit de Waag in Amsterdam, de Nieuwmarkt in Amsterdam. Jan de Waal, je bent van info.nl. Je werkt hier 100 meter vandaan ongeveer. We zijn buren, ja. Mag ik even eerst bij jullie naam beginnen? Als je zo'n naam hebt, zo'n domeinnaam, heb je er of veel voor betaald of je was er vroeg bij? We waren er heel vroeg bij. Ja, hè? Ja. Want sinds wanneer bestaat info.nl? 1994. Ja. Ja, dat is eigenlijk het begin van het publieke internet, zou je kunnen zeggen. Ja, we hebben nog een mooi kaartje waar je in zeg maar, het plattegrond van Nederland, waar je alle domeinnamen ingetekend staan. En, daar zijn wij een van, inderdaad. Ja, 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 toen bestond het begrip digitaal bureau. Nee, toen was het internetbureau. Internetbureau was het toen, hè? Ja, hoe zijn jullie begonnen? Met welk idee? Nou, ik ben zelf info.nl niet begonnen. Dat was Sjoerd van Gelder en nog drie anderen. En het was eigenlijk zoals al die internetbureaus in die tijd begonnen. Gewoon een hoop studenten bij elkaar die dingen deden die een bank nooit zou mogen, maar wel graag wilde. En zo hebben we eigenlijk in die tijd vrij snel een aantal grote klanten gekregen. En we hebben dingen voor ze gemaakt. HTML 1.2 of zo. Ja. Grijze achtergrond. Ja. Mooie websites. Nou, op een gegeven moment kwamen er plaatjes bij. Dat was wel een enorme innovatie inderdaad. Ja. Ja. Maar met welk idee begonnen jullie? Of was het gewoon de kans deed zich voor? Ja, ik denk de kans deed zich voor. Ik zelf heb ik heb een ICT-achtergrond. Ik heb Delft gedaan. Dus ik was al in die tijd al vrij veel met CompuServe bezig. Gesloten netwerk, Rutenboord. En ik zag natuurlijk wel snel dat namens een publiek open netwerk, dat er heel veel mogelijkheden waren. En in die tijd had je nog een gevecht tussen zou het CDI worden of zou het internet worden. Kon je hele mooie concepten verzinnen. Dan kon je bij grote bedrijven langs gaan om vervolgens uit te leggen hoe een muis werkt. Maar ja, dat is wel een tijd geleden hoor. Ja. Niet bij blijven hangen, zou ik zeggen. Nee, nou ja, ik vind dat wel leuk. Ja. ik zei, als je zo'n domeinnaam hebt, dan was je er of vroeg bij. Je zei, dat waren we. Maar tegelijkertijd is er een nikszeggende domeinnaam, hè? Info.nl. Nee, klopt. Ja, ik zei het een keer besparen dat we erover gediscussieerd hebben. En misschien hadden we uiteindelijk moeten verkopen. Maar uiteindelijk is het wel bij uitstek. Ja, geeft wel weer dat zeg maar, online echt in ons DNA zit. Al meer dan 20 jaar. Ja. Dus dat is alweer leuk. Ja. Hey, als we even een grote stap mogen maken. Ook begonnen mede omdat het kon. En als je jullie bedrijf nu zou moeten kenmerken, wat zeg je dan? Nou, in essentie, heel eerlijk, eigenlijk geen eens zoveel veranderd. Want we hebben nog steeds die passie om aan mooie dingen te maken voor onze klanten. Maar ook gewoon waarde te bieden voor eindgebruikers. Dus hoe kun je een mooie dienst maken en hoe kun je daarin waarde toevoegen? Dat is nog steeds nog hetzelfde. Wat zijn voorbeelden die op jullie naam staan waar je trots op bent? Als je door de jaren heen kijkt, dan hebben we heel veel in de financiële industrie gedaan. Toen internet voor hun nog heel eng was. Van online bankieren, heel veel de Rabobank, ING, ABN. De laatste jaren doen die veel meer zelf. En zitten we nu met veel andere klanten. Nog steeds wel van de financiële industrie, maar wat veel mensen wel kennen en wat ook wel goed duidt is wat we doen, is Green Wheels. Ja. Ontwikkelen we het hele platform voor. En niet alleen voor Green Wheels, maar ook voor de merken die erbij houden, Audi en dat soort zaken. En dat doen we graag. En dat doen we nu voor zowel T-Mobile werken we al heel lang voor. NS werken we voor, ja, maar ook kleinere klanten, start-ups. Varieert eigenlijk een beetje. Ja. Maar echt, ja, je zet heel groot op de, ook op jullie website. Staan die platforms centraal, hè? Jij noemt het ook al, making platforms work, daar kom je op binnen. Ja. Waar komt die focus op die platformen vandaan? Kun je dat eens uitleggen? Nou, omdat wij hebben ook wel in die zin door de jaren heen zijn we ook wat gezwabberd. Hè? En dat is ook met name naar de zoektocht naar de juiste opdrachtgever. Hè? Want online begon enigszins in de IT-hoek en daarna werd het heel erg marketing, digitale marketing. En onze core DNA zat toch eigenlijk bij het ontwikkelen van een digitale propositie. Hoe kun je bedrijven digitaal maken? En voor ons is dat altijd wel de core geweest. Hè? Maar soms is het lastig van bij wie is dan je opdrachtgever? Is dat de communicatiemanager, de marketingmanager? Je moet ook wel die taal spreken. En eigenlijk de laatste paar jaren begint dat idee, digitaal zo'n bedrijf zo enorm transformeert, dat je daar anders dus naar moet kijken en anders mee moet omgaan, is nu gewoon is dat meer een bredere verspreiding gekregen en daar profiteren wij heel erg van. En wat bedoel je dan precies? Want ik maak het ook wel eens mee. Dus je komt bij een bedrijf binnen en aanvankelijk word je binnen
hebben ze hulp nodig op een noem vaak digitale strategie. En dat gaat dan bijna altijd over marketing. Ja. Of social media, of weet ik wat. Ja, maar als je dan echt aan het werk gaat, dan blijkt het altijd te gaan over de kernactiviteiten van het bedrijf. En de bijna existentiële strategie van het bedrijf. Daar kom je bijna altijd bij terecht. Waar of niet? Ja, absoluut. Is dat wat je bedoelt? Dat je dan bij zo'n klant binnenkomt en dat je eigenlijk veel dieper gaat dan je afhankelijk had gedaan? En eigenlijk, en daarin, dat wil natuurlijk elk bedrijf, zeker in de industrie, willen allemaal strategisch vormgeven en... Ja. Opschuiven in de waardeketen. Opschuiven in de waardeketen. Hogere huurtarieven. Precies. dat altijd natuurlijk. Ja. Nou, wat wij zijn eigenlijk de creatieve poot van de ICT. Wij ontwerpen diensten voor eindgebruikers. Soms ook wel product-dienstcombinaties. En dat doen we op die manier, dat doen we met technologie, met ICT-technologie. En doen natuurlijk, en waar je voorheen een project maakte, was het afgooien, het live zetten en dan was je klaar, is het nu natuurlijk veel meer een continue doorontwikkeling. Ja. En dat is echt een behoorlijke omslag, ook voor ons overigens geweest. We waren toch 5 jaar geleden, 4 jaar geleden, waren we echt een projectenbedrijf. En we zijn nu veel meer een continue partner die onze klanten helpen echt die platformen door te ontwikkelen. En met platform bedoel ik eigenlijk het geheel waarop zij hun business kunnen draaien. Waar alles bij elkaar komt, hè? Ja. De dienstverlening, maar ook de achterkant en business intelligence en CRM. Ja, en dat is ook wel een beetje frustratie. Het is ook niet heel complex geworden, want ik kom altijd bedrijven tegen die eindeloos vastlopen in het koppelen van al die systemen. Want als je het goed doet... Als ik zeg dat het niet complex is, dan... Als je het goed doet, moet je natuurlijk... Eigenlijk een boekhoudsysteem, een CRM-systeem. Dat hoeft niet, denk ik. Ik denk wel dat je kunt focussen. Je hebt veel bureaus die bijvoorbeeld e-commerce zitten, SEC, heel veel e-commerce pakketten doen. Ja. Wij zijn toch meer een bedrijf die maatwerkplatformen en meer integrerend bezig zijn. Dus we koppelen back-end systemen aan een hele range aan front-end. Van apps tot en met websites. Tot internet en dingen, die koppelen wij. Maar dat doen we altijd toch met het idee dat we een dienst voor een eindgebruiker maken. Dat die er waarde aan heeft. Want als die klant van die klant gelukkig is, dan werkt het natuurlijk ook voor onze klant. Ja. Hey, maar kan je nog even platforms is eigenlijk zo'n algemeen begrip geworden dat ik soms ook niet meer weet wat ze er eigenlijk mee bedoelen. Ja. Wat bedoel jij ermee als je het hebt over... Ik ben bang voor die vraag. Ja. Dat is de goede vraag. Ja. 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 Nou, voor mij is het, net zoals ik zeg, ik, wat ik daarin belangrijk van, en je kunt het over platforms hebben als marketing, als marktplaatsen of softwarepakketten. Wat ik belangrijk vind is dat je als bedrijf het geheel van technologie, maar ook van design, zo maakt dat je er echt zaken over kan doen. Dat je waarde kan brengen voor je uitgebruiker. En wij noemen het een platform, omdat je daar verschillende dienstverleningen op kan voeren. Je weet van tevoren, je weet over 2 jaar niet meer hoe jouw dienstverlening eruit gaat zien, hoe je zaken gaat doen. En daar wil je op voorbereid zijn. Dus dat is wat we... Het is ook een technische infrastructuur die op de lange termijn... Het is geen websites meer eigenlijk, dat is eigenlijk wat je... Het is meer dan websites, ja absoluut. Ja. Maar onderschat de rol van design hier niet in. Met name service design, van hoe ga je nou, hoe innoveer je bedrijven, hoe maak je ze flexibel, hoe maak je ze agile. Ook natuurlijk een hype word, maar daarom niet minder waar. Ja. Daar zijn we heel erg mee bezig. Hey, maar hoe blijven jullie zelf flexibel? Tegen een ander zeggen hoe ze flexibel moeten zijn, dat is zeg maar nog één ding. En zeg maar ook voor ons de transitie naar agile worden. Kijk, Scrum op zichzelf, Scrum is natuurlijk de methodiek om agile software te ontwikkelen. Maar hoe koppel je Scrum ook aan een agile design proces, aan een strategisch proces? Nou, daar hebben wij ook wel even moeten zoeken. Daar hebben we ook overal allerlei methodologieën in alle bedrijven, alles hebben we al onderzocht. Ja, ik denk een ander belangrijk ding wat we een paar jaar geleden gedaan is, we hebben een eigen labsafdeling opgericht. Waar we echt zelfstandig onderzoek en innovatie kunnen doen. Mm-hmm. Iskander Smit, jullie misschien wel bekend daar. Ons bekend. Heeft tot iets moois gemaakt ook. En dat heeft ons ook heel veel, daar hebben we heel veel kunnen experimenteren. Niet alleen met technologieën, maar ook met werkwijzen, met klanten die klanten en onderzoeksinstellingen die... op een andere manier partnerships aangaan. Dus in die zin hebben we een veel breder netwerk nu ook... dan alleen maar voor klanten opdrachten doen. Hey, hoe moeilijk is dat bij jullie binnen het bedrijf om dat zeg maar te verankeren? Want het wordt vaak toch gezien als een luxe dingetje natuurlijk. Hè? Heel moeilijk. Ja. Want die klanten die gaan voor. Enorm moeilijk. Dus dat was ook de reden om het echt even
om iemand daar 100% op te zetten en verantwoordelijk te maken. En in eerste instantie, ik bedoel, wat mij tegenviel daarin ook, was ook eigenlijk wel, wij dachten van nou, dan gaan we met klanten gaan we mooie dingen doen. En deels gebeurde dat ook wel, maar echt in die budgetten vrijmaken om grotere projecten daarin te doen was toch lastig. En eigenlijk hebben we meer tractie ontwikkeld door de partnerships die we met onderzoeksinstellingen hebben gesloten, zoals de HVA hier, Akim het lab, de labs daarvan. Ja, daarmee hebben we ook meer tractie gemaakt en op een gegeven moment krijg je dan leuke projecten, interessante projecten. En dan gaat het ook voor onze eigen mensen ook weer interessant worden. En we hebben iets geïntroduceerd, Hacktime, zoals we wel kennen, dat iedereen ook gewoon eigenlijk tijd heeft om dingen te doen. Ja, hoeveel is dat bij jullie? 20%? Nou, zoveel zal Eén dag, zijn, een ik. Halve dag? Maar los daarvan, als, in heel eerlijk, het blijft nog steeds moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Ja, ik vind het ook altijd, het is altijd interessant om naar te kijken, want enerzijds... denk je van ja, dat doe je echt omdat je nieuwe dingen wilt ontwikkelen. Maar het is ook gewoon een strategie die je bijna nodig hebt om mensen tegenwoordig tevreden te houden en te behouden voor je bedrijf, hè, de goede mensen. Echt interessante klanten en mooie projecten en daarin ook ja, innovatief en om die iets bezig zijn, dat houdt mensen ook heel erg gelukkig. Ja. Maar het is zeker zo dat het wel helpt ook in je positionering naar nieuwe medewerkers toe, absoluut. Het is gewoon leuk. Ja. Het is absoluut leuk. Dus het heeft ons heel veel gebracht. Ja, absoluut. Kun je dat concreet maken? Want we horen dat natuurlijk vaak. Het heeft ons veel gebracht. Maar weet je wel, is dat tastbaar? Of is het iets dat je zegt van nou, er is een innovatiesfeer? Wat betekent dat je klanten uiteindelijk beter kunt bedienen omdat mensen meer kennis hebben? Of waar zit dat dan in? Nee, ik denk dat het concreet ons lab ons nog steeds geld kost. En ook significant. Ja. He, dus zeg je van hoeveel. We worden wel steeds beter in het aanvragen van allerlei andere innovatiesubsidies, dus dat helpt. ook dat helpt overigens. En ook daar ontwikkel je netwerk voor, dus dat is wel goed. Maar ik zou het niet kunnen. Ja, het is toch wat je zegt, het is ook een geloof. Ik heb ooit eens een cabaretfestival georganiseerd en er was een jongen, een van die zei van. Die moest een stuk schrijven. We hadden me gevraagd om een. Wij vonden dat kameretten heette dat toch wel al voor heel veel cabaretiers de springplank was. Ja. Waaronder ook vele jongen die dat ooit gedaan had. En toen schreef hij terug, de bloem staat stevig in de pot, is het pokon of is het god? En dat vond ik wel een mooie beeldspraak, want ik denk ook met dit soort initiatieven, als een labs, maar ook de andere dingen die ik doe meer in de publiek-private sfeer. Ja, als je ze gaat wegen, als je ze echt gaat meten, ja, dan, ja, het is in ieder geval... Ik geloof er niet in en ik doe het ook niet. Nee. Ik probeer de balans een beetje op orde te houden. Ook hoeveel tijd je waar je dingen in steekt. Ook dingen die niet direct voor je bedrijf renderen of investeren. En op een gegeven moment zie je wel of het gewerkt heeft of niet. Ja. Ja, wat is jouw visie op jullie bureau wat dat betreft? Want je bent denk ik best atypisch. Eén eigenaar. Nee, 100%, jij bent 100% eigenaar. Ja. Geen partners, geen investeerders. Je bent volstrekt autonoom. Ja. Dus jij kunt ervoor kiezen om te zeggen, nou ja, als wij een bepaalde hoeveelheid geld verdienen, dan steek ik dat terug in het bedrijf in de vorm van dit soort dingen. Nou, ik ben niet volstrekt autonoom. Ik ben 100% afhankelijk van de mensen van Inf.nl. Okay. Dus ik ben eigenlijk volstrekt onautonoom. Nou ja, de andere kant van autonoom is gebonden. Maar goed, met jouw medewerkers ja. Zijn jullie volstrekt autonoom. Ja. Je kunt doen met je geld wat je wil. Ja. Als je geld verdient, ja. Bepaal jij samen met je medewerkers waar je het in terugstopt. Klopt. Dan maak je dit soort keuzes. Waarom doe je dat? Heb je niet gekozen voor internationale groei of voor op een gegeven moment een agressievere internationale expansie of weet ik veel? Nou, we zouden best wel wat meer mogen, zeg maar, wat dat financieel wat meer mogelijk, dat hebben we geen moeite mee hoor. Want dan kun je het ook weer in andere dodelijke dingen gebruiken. Dus het is niet zozeer dat we niet commercieel willen zijn of niet zijn. Alleen het is ons DNA, denk ik. Wij worden gewoon blij van mooie dingen maken. Die echt werken ook nog eens. Met name dat laatste worden we ook blij van. Dat is over het algemeen duurst. Ja. Dus het is gewoon DNA van het bedrijf. En dat maakt het ook leuk, vind ik. Ja. Ja. Maar als dat het DNA van het bedrijf is. Het DNA. Ja. Hoe zorg je ervoor, waar kijk je naar als er nieuwe mensen komen, hoe zorg je ervoor dat DNA zeg maar, van het bedrijf blijft? Zorg ik daar eigenlijk niet voor.
Ik neem bijna niemand meer aan. Dat zou je misschien heel gek vinden, hè? Maar ja. Ik vind dat wij een bedrijf mensen hebben die dat veel beter kunnen. En dat ook aantoonbaar zo is. En goede mensen trekken goede mensen aan. En natuurlijk gaat bij ons ook niet altijd alles goed. En we hebben ook wel eens mensen die niet passen. Of sterker nog, zeker met zo'n een kenmerk van de tijd waarin je agile is, dat je toch een veel bredere mensen, bredere skills moet hebben, ook communicatief. Dat is best lastig. Ja. Ook dus, ik zal zeker niet zeggen dat wij het allemaal precies weten. Alleen ja, het is toch het type mensen wat we in huis hebben die dat doen. Vraag van Marco Derksen. Op Twitter, hij zegt, hoe zie jij de volgende fase, nu Remmert Stipdonk je rol als managing director overneemt? Wat ga je zelf doen? Ja. Dank je Marco voor dit bruggetje. Misschien wil ik ook zelf graag maken. Misschien even de inleiding, want dat was natuurlijk een volgende stap in het gesprek. Je hebt 3 maanden geleden aangekondigd dat je stopt als managing director in de uitvoerende zin. Ja. Marco vraagt hoe je opvolger Remmert, gaat dat van je overnemen? Ja. Ja, ik vind het heel leuk. En Remmert doet het niet alleen. Doet het met een managementteam. We zijn sowieso een vrij vlak bedrijf. We hebben klantenteams. Daar zit eigenlijk... We proberen daar steeds meer zelforganiserend te zijn. En dat is ook een traject. En daarnaast hebben we verschillende disciplines. Nou, dat is het wel. Een managementteam die dat zowel dagelijks, deels dagelijks... en een ander managementteam die dat tactisch doet. Dus dat loopt. Ik kan dus in die zin ook wat makkelijker een stap terug doen, gelukkig. Remmert is nog maar 3 jaar bij ons, maar die is, wat dat betreft heeft hij een mooie ervaring, maar ook competenties om zeg maar die kar te trekken op voor het bureau. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Maar wat ga je doen? Wat ga jij doen? Ja. Nou, ik doe eigenlijk al 2 dingen, want zoiets is natuurlijk ook een proces, dus niet gelijk vandaag of morgen. Enerzijds zet ik eigenlijk nieuwe initiatieven op. Start-ups of voor klanten, initiatieven strategisch. Beetje op afstand van info, zodat ik niet iedere keer met mijn hobby's naar binnen kom rennen en weer iedereen zegt van, ja, moeten we weer? Dan heb je Jan weer. Precies. En de andere kant waar ik ook sinds een paar jaar tijd in steek is publiek-private organisaties rondom innovatie en onderwijs. Daar ben ik actief. En daarvan is KlikNL. Ja. Daar zit je in het bestuur. Ja. Wat doet KlikNL en waarom vind je dat zo'n belangrijke organisatie? KlikNL is het TKI, dat is het Top Consortium voor Kennis en Innovatie van de creatieve industrie. Creatieve industrie is een topsector, zoals een aantal in ons land zijn. 13, 9, ik weet niet precies. Dat weet ik ook niet. En eigenlijk wat KlikNL doet, is een verbinding leggen tussen enerzijds wetenschap en onderwijs. Onderzoeksinstituten, overheden en de creatieve industrie. En met als doelstelling om meer uit de creatieve industrie, dus dan voor mij is dat met name de ontwerpende creatieve disciplines, te halen en te laten renderen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Dat is eigenlijk de opdracht. En dat doen we enerzijds door mee te denken aan een strategische researchagenda, zodat allerhande overheidsgeld vraag gestuurd wordt. Maar ook door netwerken in stand te houden, mee te organiseren en in stand te houden waar met name bedrijfsleven, creatief bedrijfsleven, in contact komt, hè, met de traditionele onderzoekswereld. En dat is hard nodig. Ja. Hey, nou ben jij ondernemer ja. En je hebt een fantastisch bedrijf opgezet. Dank je. Waarbij je ook heel erg heel concreet bezig bent met klanten, deadlines, kwaliteit, monitoring, weet ik veel. En dan ga je wat anders doen en dan ga je in een soort stroperige wereld zitten, man. In een vergadercircuit. Ja, dat is lekker. Waarbij je net vertelt wat jullie doen. En dat, ik geloof onmiddellijk dat het allemaal hartstikke belangrijk is, maar het is toch ook wel heel erg stroperig. Ja, of niet? Ja en nee. Aan de andere kant, kijk. Het is overliggen, vergaderen. Ja, niet opschieten. En nee. Kijk, je kunt natuurlijk je rol als ondernemer spelen. Zo van, dat kan toch niet waar zijn. Maar goed, dat had 2 jaar ook al uitgewerkt. Ben ik bang, dat kom ik er mee weg. Maar wat kijk, voor mij was het sowieso interessant. Omdat ik natuurlijk, wat je precies zegt, je werkt altijd in een heel, toch wat kleine, wel met grote corporates, maar wel in een kleinere omgeving. En het is ook wel eens leuk om aan de andere kant van de tafel te zitten en te kijken van, langdurige processen. Dus dat was wel leuk. Maar het was ook een frustratie. Hè, want ik zag gewoon,
ja, heel veel. Ik zag de impact van ons type bureaus groeien, maar totaal onzichtbaar. En ook onzichtbaar in hoe innovatiegelden in Nederland gespendeerd worden. En ik vond er ook een enorme afstand zitten tussen onderzoek en wat wij deden. Dus het was ook wel een passie of een missie om daar wat van te maken. En dan blijkt uiteindelijk dat natuurlijk ook aan die kant, aan die stroop, bij die stroop ook hele leuke ondernemende creatieve mensen zitten. Het is altijd gewoon, als je met elkaar werkt en je hebt een gelijk doel, dan is er altijd wat van te maken. En dat gebeurt nu ook. Het gaat erg goed met ClickNL. We maken meters. Als je daarnaar kijkt, we maken meters. Wat zijn stappen die jullie gezet hebben waarvan je denkt van, nou ja, dat is iets waar ik trots op ben? Nou ja, als eerste vind ik, ik ben bij het begin betrokken geweest. Samen met toenmalig topteam hebben we gezegd, we gaan niet een nieuwe organisatie neerzetten. We proberen gewoon bestaande organisaties te bundelen, te koepelen. Dat was van Immovator, dat is bekend, TU Delft, Modint, Dutch Game Association, allemaal van zijn dat netwerken vanuit de disciplines opgezet om bedrijven te koppelen aan wetenschappers, om zo maar plat te zeggen, en daarvoor programma's voor te ontwikkelen. Ja, dat is best een hassle nog, want uiteindelijk was het zeker in die tijd de wetenschap echt toch wel een ander verhaal. Hè? Je moest gewoon een promotieplek sponsoren, want voor 4 jaar en anders hoef je niet aan te komen. Mm-hmm. Nou, gemiddelde horizon van een creatief bedrijf is niet meer dan 3 maanden, dus hier hebben we een mismatch. Ja. Ja. Maar je langzamerhand zie je toch dat er een netwerk ontstaat waar wel dingen voor elkaar komen. En niet alleen een paar heel mooie projecten worden gedraaid, maar ook steeds meer grip krijgen van hoe kunnen we nu ook nog meer gaan betekenen. En dan met name in de crossovers. Er zijn heel veel plekken waar je ziet dat innovatie stokt, omdat het door barrières heen moet gaan, door zuilen heen moet gaan. En dat geldt niet alleen voor industrie, maar dat geldt ook binnen de creatieve industrie zelf. We hebben nog steeds reclamebureaus die redelijk niet wat minder digitaal of architectenbureaus, terwijl problemen rond gezondheid, die gaan daar dwars doorheen. En daar moet je elkaar vinden en daar moet je een infrastructuur voor neerzetten. Mensen moeten elkaar kennen. En dat is vooral belangrijk omdat we hebben natuurlijk binnen de creatieve industrie, zijn we gewoon heel kort op de bal. We hebben niet zoveel tijd om, er moet gewoon geld verdiend worden. Maar je wil best wel jezelf ontwikkelen, je wil wel innoveren. Mm-hmm. Terwijl fundamentele wetenschap, dat draait met cycli en dat is een heel andere. En ik vind ook niet dat je dat hoeft veranderen. Je moet alleen ontmoetingen forceren. Ja, je moet van elkaars kennis leren. Precies, ja. We hebben net een mooi project afgerond, een half jaar geleden. Dat is misschien al een aardig voorbeeld. Het heet de Touchpoints, maar uiteindelijk heet het Behavioral Lenses. En dat gaat over, de opdracht was van, hoe kunnen we nou de kennis uit gedragswetenschappen, hoe kunnen we dat nou eigenlijk laten landen in wat ontwerpers doen? En dan in brede zin, of het nou een appontwerper is of een campagneontwerper. Dat is een 2-jarig programma geweest door de Hogeschool Utrecht en Ucreate getrokken, met nog de Universiteit van Amsterdam, dacht ik erbij. Waarbij een promovendus met een ring van bedrijven eigenlijk een toolkit hebben ontwikkeld. Dat op elk ontwerpproces kun je dat, het heet ook behavior lenses, als een soort van lens van wat doe ik hier nu goed of fout vanuit een optiek van een gedragswetenschapper. Dus dat is heel concreet, mm-hmm. en verrijkt ook echt. En daardoor werken, en dat product, daar zijn dus pak een beetje een stuk of 6-7 designbureaus mee bezig geweest. En designbureaus in brede zin, van service design tot bedrijven zoals ons. En daar komt gewoon een heel tastbaar product op wat we ook gebruiken in onze projecten. En dat wordt ook doorontwikkeld. Ja. Dus dan heb je in één keer heb je, zeg maar, van toegepaste wetenschap, fundamentele wetenschap als uitvoerende bureaus te pakken. En dat vind ik een heel mooi project. Ja. Dan zie je ook dat het kan werken. Uh-huh. Ja. En je zei, en dit is ook een voorbeeld van natuurlijk, je bent bezig met publiek-private projecten, samenwerken, et cetera. Maar wij hebben elkaar recent nog gesproken. En toen zei je al wel van, het blijft toch wel een ingewikkeld ding, zeg maar. Wat maakt het ingewikkeld, die twee werelden, als die twee werelden samenkomen? Elkaar stadier begrijpen. Dat duurt toch echt wel even van. Ik denk dat je heel veel problemen, of tenminste uitdagingen, de grote uitdagingen rond gezondheid. Dat heeft natuurlijk alles te maken dat mensen toch uit hun comfortzone, uit hun barrières moeten komen. En dat kost gewoon tijd. En dat maakt het ingewikkeld. Vooral in de gezondheidszorg zie je natuurlijk heel veel. Dus er is gewoon eigenlijk heel veel innovatie op elk vlak. Er zijn al heel veel kleine toeltjes, dingetjes, maar wat pakt er nou door en wat maakt nou echt die verandering?
En dat komt natuurlijk toch dat organisaties moeten veranderen. Mm-hmm. We kunnen met technologie willen wat we willen, maar uiteindelijk gaat het toch om het leiderschap, om het management. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Dat daar meer gevoeligheid ontstaat? Ja, voor... hoe je dat voor elkaar krijgt? Ja? Iedereen aan tafel trekt. Programma's te ontwikkelen. Een voorbeeld is waar we met ClickNL nu ook bezig zijn, waar ik zelf bij betrokken ben, is rondom smart retail. We hebben natuurlijk zien allemaal winkelgebieden die toch verschralen. Nou, dat kun je zeggen dat dat gebeurt zwak, maar er zit ook een behoorlijke maatschappelijke kant aan. Zeker in gebieden waar het wat minder bevolkt is. Dus hoe kun je die winkelgebieden nou toch aantrekkelijk maken? Nou, dat kan je juist met digitalologie heel erg doen, maar dat is niet alleen de oplossing. Het gaat er ook dat je zo'n winkelgebied moet runnen als een onderneming. Als een winkelgebied, als een winkelcentrum in zijn geheel. Nou, dan moet vastgoed met mee, de retailers moeten mee. En wij als creatieve industrie zijn dienstverleners voor al die partijen. Dus als creatief bureau kun je natuurlijk, je ziet heel veel, dan laat ik zo'n voorbeeld geven, dat er worden heel veel appjes gemaakt voor winkelgebieden, maar die worden gewoon nooit gebruikt. Nooit gedaan ook. Nee. Precies. Ja. Dus het is totaal zinloos. Ja. Dus je kunt beter een digitale instructie maken voor winkelgebieden, dat uiteindelijk die retailer die daar zit, dat zijn aanbieding of event wat ze organiseren ook op die NS-app komt. Dat is veel interessanter. En daar heb je dus wel een collectief orgaan nodig die dat regelt. Die dat zegt van wij doen dat. Nou, dat soort bewegingen willen we met ClickNL ook gewoon op verschillende vlakken. Bij energie doen we mooie dingen. Bij health en ook rondom smart industry. En dat zijn eigenlijk de overkoepelende zaken. Ja, dat wordt ik warm. Vind ik heel leuk om te doen. Hey, Johan Schaap zegt, je had het over het leiderschap dat nodig is. Hij zegt dat leiderschap komt niet echt uit Den Haag volgens mij. Of wel? Zegt hij, hè? Ja, ik kan ik met Johan natuurlijk eindeloos in over een debat gaan. Het lastigste, het gaat niet zozeer om leiderschap misschien in Den Haag, zal vast wel zijn. Wat vooral lastig is, denk ik soms, is dat natuurlijk het nogal eens wisselt. En wat dat betreft ben ik wel blij dat het, wat je ook vindt van topsectorenbeleid, het heeft wel iets in gang gezet. En haal dat nu niet omver. Het wordt meer thematisch ingestoken nu, dat is ook goed. Maar het lastige van Den Haag is natuurlijk dat het gewoon, als het meest het 4 jaar continu is, maar soms veel korter. Dat maakt het wel lastig, vind ik, op sommige punten. Ja. En natuurlijk ook, wij, zeker vanuit de creatieve industrie, wilden wij toch ook wat uitzonderingsposities hebben. Want we hebben natuurlijk niet een industrie die heel zwaar mee investeert. Het gewilde bureau heeft niet zoveel geld. Het is geen Shell of Axo die zegt van, we doen al 300 miljoen erbij. Staat ook 200 miljoen, zijn we binnen. Zo werkt het niet. Dus wij hebben heel, het vorige topteam heel erg voor gezorgd dat het ook in kind bijdragen, dus gewoon het werk op meegeteld mag worden. Nou, wij zoeken dus wel meer als creatieve industrie naar wat kunnen we uitzonderen. Kunnen we onze speciale rol als katalysator voor andere topsectoren, kunnen we die verder uitspelen? Nou, en dat is natuurlijk wel lastig. Uitzonderingen in Den Haag, dat is niet zo handig. Dus dat maakt het wel lastig. Maar ja, leiderschap. Ik, wat dat betreft vind ik, er zijn ook grote organisaties, grote corporates, waar ook, waar je ook wel denkt van, daar mag ook wel wat meer agile, om het zo zeggen. Nou, daar kunnen we ze ook allemaal heel erg bij helpen. Dus kom maar op. Ja. Ik heb ook nog een... Even terug naar info.nl. Je vertelde net dat je 3 maanden geleden hebt besloten een stapje terug te doen. Je blijft natuurlijk met het bureau bemoeien, want het is van jou tenslotte, maar meer op strategisch niveau. Ja. Als je nu strategie bepalen is wat langer vooruitkijken, dus uit de waan van de dag. Als jij nou eens in je strategische stoel gaat zitten voor je bureau en je kijkt dan eens die 2-3 jaar vooruit, want weet je, veel langer is natuurlijk onzin. Wat zijn dan voor jou belangrijke ontwikkelingen waar jouw bureau op moet schakelen? Nou, wij kijken sowieso maar steeds een kwartaal vooruit. Wij zijn heel erg aanhanger van de OKR-aanpak. Maar we hebben natuurlijk wel een bredere visie. En voor ons is het toch meer in de lijn doorgaan. Je zult steeds meer zien dat diensten... En hoe wij met bedrijven, met die diensten interacteren, wordt steeds intuïtiever. Steeds minder een scherm, steeds meer op gebruik, steeds meer vanuit die context. De interfaces worden steeds minimaler. Ja, precies. Ja. Dus wat wel erg interessant is van hoe gaan algoritmen... We hebben het allemaal over context en big data, maar het wordt de grote uitdaging natuurlijk. Welke algoritmes gaan we gebruiken om dat tot stand te brengen? En wat is de waste? Big data, zeg maar, data als het... Als het nieuwe goud, volgens mij is het gewoon meer het nieuwe water. En het meeste is nog zoutwater ook. Dus best een truc om het echte zoetwater te maken. En dat is denk ik de grote uitdaging van hoe gaan we met
diensten die veel meer nog rekening houden met de context, met jouw wensen en die ook voor jou het leven makkelijker maken. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En dat is een enorme uitdaging. Daar kunnen we nog even een tijdje mee voort. Ja, maar dat zijn de onderwerpen die jullie bespreken aan de directietafel. Ja. Ja. En naast zeg maar, waar we ook vrij veel in investeren is Internet of Things. Omdat wij dat zien als een natuurlijke verlenging van meer de schermtouchpoints die we nu bedienen. Ja. Dus daar zijn we ook vrij actief in bezig. Ja, kun je een voorbeeld geven wat een mooi project is op dat gebied? Nou, eentje waar we zelf mee bezig zijn is bijvoorbeeld rondom... die is misschien toch wel aardig. Die mag ik niet noemen. Nee, nou, eentje waar we nu mee bezig zijn is voor... Dat is heel specifiek voor de landbouw. Omdat we daar zie je dat met al die sensoren die opkomen... Nou, je kunt natuurlijk... Wij kijken dan heel erg naar van welke frameworks zijn er, wat kun je gebruiken. En ook daar zie je dat je heel veel van de intelligentie niet meer in die sensor of in dat ding hoeft te stoppen, maar stop je in de cloud. En door hele goedkope sensoren te maken, die ook nog eens lang meegaan en die ook nog gewoon de postbus kunnen, kun je dus een heel precisienetwerk creëren van hoe vochtig het land is. En vervolgens kun je daarmee eigenlijk een boer heel erg makkelijk helpen door gewoon precies te laten zien waar wat gebeurt. Mm-hmm. En daar zijn we nu mee bezig om dat mogelijk te maken. Maar we zijn ook met meer smart. Ons lab is bijvoorbeeld heel erg bezig met tactiele stoffen. Hoe ga je met touch om in stoffen? Kun je daar ook diensten van maken? Kun je communiceren met stoffen die drukgevoelig zijn, dat soort zaken? Jij zei net al, als bedrijf kijken we eigenlijk maar 3 maanden vooruit. Maar dan ben je eigenlijk heel praktisch bezig natuurlijk. Ben je dan niet gewoon bezig, want hebben we wel genoeg klussen voor de komende 3 maanden? Ja, als bedrijf ben je er altijd mee bezig. Ja. Dat is vrij eenvoudig. Ja. Jaren zijn we ook mee bezig. Nou, het grote voordeel is wel, we hebben 3 jaar geleden, we hebben echt op klanten, 3, 4 jaar geleden ook echt op klantenteams ingestoken. Dat kunnen dedicated klantenteams zijn of meerdere klanten in één team. Dus voor Greenwheel zit een team bijvoorbeeld? Ja. Maar ook voor start-ups hebben we dat. En dat geeft wel het voordeel dat je... Wij zoeken nu ook wel onze klanten of selecteren. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar we kijken wel echt van... Kunnen we op lang, zeg maar, duurzaam voor elkaar iets betekenen? En dat houdt er gewoon in dat we veel langer... En onze horizon is langer geworden. En dat is wel heel fijn. Ja. En het werkt ook beter. Voor ons werkt het veel beter. Want we geven sowieso veel. We stoppen er een hoop in. Dus dan, en je hebt er gewoon voor platformen te ontwikkelen... Heb je echt wel tijd nodig. Dat is 1 kwartaal toch echt over het algemeen iets te weinig. Ja. En dan maak je met bedrijven een afspraak voor een jaar bijvoorbeeld? Soms niet. Soms is dat, schuift dat een beetje op. Maar wel met afspraken van inklimmen, opschuiven, dat varieert. Ja. Een beetje afrondend. Arthur Hogeveen die zegt, van als je nou kijkt naar al die jaren, wat is jouw mooiste mijlpaal of project? Arthur die heeft bij ons gewerkt, dus dan moet natuurlijk wel iets... Iets doen wat hij bij betrokken was? Deze Arthur, die had je hem al even van tevoren af kunnen stellen, had ik erover na te denken. Nou, weet je, ik ben wel een teamplayer en ik word in ieder geval iedere keer weer heel erg blij. En we hebben best ook zware jaren gehad. Het gaat niet altijd even soepel en zeker als je zo lang bestaat, dan moet je soms ook weer eens een flinke transitie maken. Dat gaat ook niet vanzelf. Als ik nu dat pand loop en kijk welke mooie projecten we maken, ja, dan blijf ik daar gewoon blij van. Ja. Dan hou ik het ook zo lang vol. Ja, en afstand nemen, kost dat je moeite? Nee, totaal niet. Nee? Nee. Nee, ik vind dat... ik zoek nog wel naar een manier dat je wel echt betrokken... Je vertelde net voor de uitzending tegen mij... Dat je elke dag, maar heel regelmatig wel in de kantine zit. Ja, maar dat is om toch wel eventjes met iedereen een beetje gevoel te houden van wat er gebeurt. Ja, ik heb ook al een half jaar geen werkplek, dus dat scheelt. Je moet in de kantine zitten. Nee, en het bureau is natuurlijk in de Nieuwmarkt, dus daar kom je ook graag. Dat is ook niet zo erg. Nee. En in die zin loopt dat ook een beetje door elkaar. Ik doe initiatieven, nieuwe initiatieven met info. Sommige ook daarbuiten, of die komen later. Of met mensen van info. Dus het is ook niet zo'n keiharde scheiding. Maar er zijn zoveel... Ja, het is in die zin nu weer zo'n interessante tijd... dat er natuurlijk heel veel... Ja, zijn heel veel mooie, leuke dingen te doen. Ja. Dus dan is info.nl wel een hele prettige basis...
waar we dingen kunnen, mee kunnen doen. Maar jij bent nu echt die man die af en toe op kantoor is, zeg maar. Dat ja, is precies. Rol. Ja. Ja. Maar ja, goed, we hebben ook mensen die bij klanten werken. En die zijn, laatst kwam ik Joris tegen en die zei, hey, bij de week. Ik zei, jij bent er nooit. Ja. Dus dat valt wel mee. Hey, vertel eens even nog één, tot slot dan. Je zegt van ik ben met externe, ook met start-ups, et cetera, bezig. Geef eens een voorbeeld waar je mee bezig bent buiten info. Nou, net van dat landbouwding, die Zensford, dat is een voorbeeld. Ja. Maar we zijn ook bezig met een groep experts rondom e-learning. Doen we zaken. Ik ben ook met een aantal retailers bezig om nieuwe propositie te verzinnen. Dus het varieert een beetje. Ja. Okay, en ook vrij actief in ClickNL en andere dingen. Ja, dat hebben we gehoord. Nou, fantastisch. Sommige mensen zeggen dat op internet een half uur heel erg lang is. Wij vinden het eigenlijk elke week best wel heel erg kort eigenlijk. Eerst dacht ik van, gaan we dit vullen? En nu zijn we al 35 minuten verder. Heel veel praten Maar we maken even vervolgverhalen van. Dus we spreken graag een andere keer verder. Toch? Ja, lijkt me hartstikke leuk. Dank je wel. Oké, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja. Kijk je live, blijf dan kijken. Want we hebben natuurlijk altijd twee gasten op iedere dinsdagavond. Kijk je on demand, dan weet je dat je alle uitzendingen tot nu toe kunt terugkijken. Stekel, we hebben heel veel topnames al gedaan. Maar we doen eigenlijk als Fast Moving Targets ook af en toe nog weer andere dingen. Zoals morgen en overmorgen zijn we op Border Sessions in Den Haag. Ik zag dat we inmiddels al meer dan 1000 video het programma, zeg maar, hebben gemaakt op YouTube. Dus ik vraag me af of ik ze zelf eigenlijk allemaal... Als ik ze zelf allemaal heb meegemaakt, dan heb ik ook al een hoop jaren van mijn leven hele leuke mensen gesproken, zal ik erbij zeggen. Hey, ja. Blijf kijken als je live kijkt. En je weet, je kunt Fast Moving Targets een handje helpen. Steun media over innovatie en word een member. Als het goed is, krijg je nu een URL in beeld waar staat wat je daar allemaal voor terugkrijgt. Tientje per maand, dat is alles. Dankjewel, tot straks. Dag. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel.